Er inmiddels gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 7 november 2021. Dit is het bulletin van zondag. Daily Minutes, 7 november 2021. Dit is het bulletin van zondag. Ik had al aangekondigd dat ik af en toe nieuwsuitzendingen wil gaan doen. Ik denk dat het een beetje een, onregelmatig gebeuren is voorlopig. Het zou kunnen dat het goed bevalt en dat ik dat vaker doe. Die nieuwsuitzendingen zijn deels gescript. En dus zijn ze wat korter dan de voor de vuistweg uitzendingen zoals de afgelopen dagen geweest waren. Ik wil zowel amateurnieuws doen, zendamateurnieuws, als niet zendamateurnieuws. Mijn tafel kraakt. Mijn tafel kraakt en mijn stoel kraakt. Dit is de tafel. En dit is de stoel. Nou, die wil niet echt kraken vandaag. De tafel wel. Ik had dat in een van de DX-headlines heel erg zitten. Dus dat was wel een beetje slordig. En die kon niet over. Er is wat corona betreft sprake van een 2G-model. Ik kende dat nog niet. Het heeft niets met mobiele telefoon te maken. En ook een 3G-model. Het 2G-model dat is in een paar staten, in een enkele deelstaten in Duitsland is dat ingevoerd. Het 3G-model is dat mensen die getest zijn een coronacode kunnen krijgen, een Q-code kunnen krijgen om ergens binnen te mogen. En bij een 2G-model geldt dat alleen als je corona gehad hebt, een besmetting gehad hebt of gevaccineerd bent. Dat is dus een sluiproute om mensen die niet gevaccineerd zijn te kunnen weren. Duitsland is daar wel wat tegenstand tegen, maar dat is er sowieso tegen de maatregelen. Hoe effectief is dat? Een artikel erover staat onder andere op nos.nl. Het meten is heel lastig omdat het model pas recent is ingevoerd, of het effect meten ervan. Ook ging op sommige plekken de invoering van 2G gepaard met een grootschalige vaccinatiecampagne. Je kunt dan niet in de cijfers terugzien of de mensen vervolgens laten inenten omdat ze een aantal vrijheden zouden verliezen of omdat ze door de campagne overtuigd werden van de medische redenen. 2G dus. Ik hoor het qua opinie weet ik er niet veel van. Dus ik kan het tenminste, ja, weet ik wel, maar ik kan er niet zoveel over vertellen. Staat in elk geval op nos.nl een artikel over. Nou, dit klinkt meteen al heel ongescript en dat is het ook een beetje. Een deel van de uitzending heb ik gescript. Een deel van de uitzending zou ik voor de vuist weg doen. Nou, deze had ik beter kunnen scripten. Eens even kijken, nu.nl, de techniek, de IT-afdeling van nu.nl. Ik weet niet of je dat nou een afdeling noemt of een kader, maar goed, in ieder geval. Had een artikel over auteursrechten en het blokkeren van piratenwebsites. Als een rechter bepaalt dat een internetprovider een bepaalde website moet blokkeren omdat die inbreuk op auteursrechten maakt, dan moeten die vanaf nu vrijwel alle andere Nederlandse internetproviders datzelfde ook doen. Dus ik zeg het niet helemaal goed. Dit is een heel slecht begin van een nieuwsrubriek. maar in ieder geval is het zo dat als een site geblokkeerd wordt, dan is dat dus nu niet meer bij één provider zo. Dat is de kern van het convenant blokkeren websites dat auteursrechtenorganisatie Brein, Federatie Auteursrecht Belangen en nagenoeg alle internetproviders hebben ondertekend. Het is dus niet wettelijk. Als een rechter vindt dat een provider een website wegens schending van auteursrechten moet blokkeren, dan geldt het verbod volgens de overeenkomst ook automatisch voor andere providers. Dat dit eerder niet kon, was auteursrechtenorganisaties al jaren een doorn in het oog. In 2018 moesten Ziggo en Access for All hun klanten nog op last van de rechter de toegang tot de torrent site de Pirate Bay ontzeggen. Deze zaak was aangespannen door de stichting Brein. Via de Pirate Bay konden gebruikers onderling grote mediabestanden zoals films en muziek zonder toestemming van de rechthebbenden gratis uitwisselen. Het verbod gold toen echter niet voor internetters die bij andere providers waren aangesloten.
Dat moet met dit convenant dus veranderen. Een verbod geldt voortaan automatisch voor alle andere providers die het convenant hebben ondertekend. Het convenant is ondertekend door Delta Fiber Nederland, KPN, Kanaal Digitaal, Online.nl, T-Mobile, Ziggo en de brancheorganisatie NL Connect namens 16 kleinere providers. Ook is de autoriteit Consument en Markt gevraagd om haar visie op het convenant te geven. Volgens de ACM is de netneutraliteit niet in het geding als de rechter een internetprovider vraagt een site te blokkeren. De toezichthouder doelt daarmee op de neutraliteit van providers jegens data die via internet wordt verspreid. Ze moeten alle gegevens evenveel toegang geven. Dat leg ik dan even zelf uit. Maar alle content moet evenveel toegang gegeven worden. Dus dat is in zowel dat je het feit dat je het kunt opvragen, maar ook dat niet bijvoorbeeld de snelheid van bepaalde informatie lager is bij de ene provider dan bij de ander. Over het convenant in enkele andere lidstaten van de Europese Unie, zoals Denemarken en Duitsland, zijn eerder soortgelijke convenanten afgesloten. En ook op nu.nl, het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdag aangifte gedaan tegen een persoon die betrokken is bij de site waar valse QR-codes voor coronacheck werden aangeboden. Met die valse codes kunnen mensen in theorie binnenkomen op locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is. Coronatoegangsbewijs. Het is de tweede website waarvoor het ministerie naar de politie stapt. In oktober deed het ministerie al aangifte tegen een andere site waar frauduleuze QR-codes werden aangeboden. Destijds werd geen aangifte gedaan tegen een persoon omdat het toen niet direct duidelijk was wie erachter zat. Al is een woordvoerder van het ministerie. Met de aangifte hoopt het ministerie dat de politie zich inspant om het brein achter de website te vinden. Deze site waar vrijdag aangifte tegen is gedaan lijkt erg op de site van de eerste aangifte. Op de pagina staan linkjes naar verschillende QR-codes met een specifieke combinatie van initialen en een geboortedag, maand, aldus de woordvoerder. Met de valse QR-codes lijkt het bovendien net alsof je in de coronacheck-omgeving bent. Dat maakt het moeilijker voor controleurs om de valse QR-code van de echte te onderscheiden. De QR-codes moeten gescand worden op locaties waar de coronapas verplicht is, zoals in de horeca. Locaties moeten hun bezoekers controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. Om fraude te voorkomen moeten zij bij het scannen ook een identiteitsbewijs bekijken. Als de eerste letter van de voor- en achternaam en de geboortedag en maand kloppen, mag degene naar binnen. In de praktijk gaat die controle niet altijd zoals het moet. Ondernemers controleren niet altijd en als ze dat wel doen vragen ze soms bijvoorbeeld alleen om de geboortemaand. Mensen met een valse QR-code kunnen dan alsnog binnenkomen als zij die gegevens uit hun hoofd leren. Met de Corona-check-app kunnen mensen hun legitieme QR-code downloaden als zij gevaccineerd zijn of corona hebben gehad en daarvan zijn hersteld. Mensen voor wie dat niet geldt kunnen een gratis coronatest afnemen. Als die negatief is krijgen zij in de Corona-check een code die 24 uur geldig is. Ja, en dat staat dus wellicht ter discussie, zoals ik eerder al aangaf. Dit is aldus nu.nl. Dan nu amateurnieuws. Denemarken is vaak vroeg met het toelaten van nieuwe amateurbanden. Dat was bij 70 MHz en bij 5 MHz ook al het geval. Het Deense 40 MHz baken is onlangs weer in de lucht gekomen. Eind augustus 2021 werd dit 8 meter baken, OZ-7 India Golf Genki, in de International Geophysical Year, betekent dat ongetwijfeld dat die op 40,071 MHz zit. 40,071 MHz uitgeschakeld vanwege een defecte trimmer in de eindversterker. Eind oktober 2021, na vervanging van het defecte onderdeel, werd het baken weer ingeschakeld. Website is www.oz7indiagolfyankee, dus de call gewone oz7indiagolfyankee.deltakilo. www.oz7indiagolfyankee.deltakilo. Het Bureau voor Rampenbestrijding, oftewel Emergency... Nee, oftewel de Office of Emergency Management in de VS, die gebruikt Winlink. Winlink, dat is een programma om te e-mailen via amateurbanden. En dat is overal gedoogd of legaal. Winlink met de hoge snelheidsmodus VARA, wat een amateurmode is, zal worden gebruikt door het San Benito Office of Emergency Management als onderdeel van een noodsituatieoefening waarbij een uitval van internet en een uitval van mobiele... wat staat er nou precies? Ik had me voorgenomen om niet te knippen, want dat kost veel tijd.
Even kijken. Winlink met de hoge snelheidsmodus VARA, wat een amateurmode is, zal worden gebruikt door het San Benito Office of Emergency Management als onderdeel van een noodsituatieoefening waarbij een internetmobiele telefoonstoring wordt gesimuleerd. Opererend als noodcommunicatie via de amateurfrequenties voor de stad San Benito Office of Emergency. Even kijken, er zal worden deelgenomen aan een oefening voor de hele staat waarbij mogelijkheden van effectieve communicatie worden getest zonder gebruik van internet, mobiele telefoons, vaste lijnen en alle andere vormen van communicatie. Berichten worden alleen verzonden via de digitale modus die Winlink wordt genoemd. Deze modus gebruikt alleen de computer om VHF-gegevens te verwerken en naar de antenne te sturen met een normaal radio of als een normaal radiosignaal. Dit is dus een publicatie voor leken, hè, zoals het vertaald is. Berichten worden via deze methode verzonden en ontvangen. Binnen Winlink is een hoge snelheidsdatamodus genaamd VARA. Dit heeft overigens niets met de omroep te maken. Dit programma kan via amateurfrequenties worden verzonden. Die normaal per e-mail of tekst zouden worden verzonden. Daar bedoelen ze ongetwijfeld sms mee. Maar met een lagere foutcorrigerende snelheid. Na een uur zal dan worden gesimuleerd dat alle commerciële stroom is uitgevallen. En zal de noodstroom worden ingeschakeld. Sommige radioamateurs zullen hun station vanuit de auto of een vrachtwagen bedienen. Anderen zullen hun stroom uit accu's of zonne- en windenergie halen. Radioamateurs verlenen deze publieke dienst gratis en gebruiken hun eigen persoonlijke apparatuur. Aldus southgatearc.org. Het Nieuw-Zeelandse communicatiebedrijf Jackson & Wills, dat in 1947 werd opgericht door de zendamateurs Douglas Jackson, Zulu Lima 4 Golf Mike en Maurice Wills, Zulu Lima 4 Golf Yankee, is verkocht. Het gaat daar al niet anders met de elektronica-zaken dan in Nederland. Dit is een bericht in de Southland Times in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf is 74 jaar geleden opgericht. Mensen op de zuidelijke eiland hielp bij te blijven met de vooruitgang op het gebied van zendamateurisme, telefoons en televisies. Het heeft een nieuwe eigenaar, Jackson's en Wills. Even kijken. Dit is een beetje een rommelige tekst. Ze verkochten vooral dump na de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn ze mee begonnen. In 1956 was Maurice naar verluidt de eerste persoon in Nieuw-Zeeland die overzeese internationale televisie kon bekijken tijdens de Olympische Spelen in Melbourne met behulp van frequenties die door Australische televisieautoriteiten waren aangekondigd. Twee jaar later zou hij een van de eerste complete televisietoestellen voor Nieuw-Zeeland hebben gebouwd. Jackson & Wills werd tot voor kort geleid door Maurice's zoon Lindsay, die de afgelopen 34 jaar in de zaak had gewerkt. De grootste verandering in zijn 34 jaar in het bedrijf was de overgang van analoge naar digitale technologie, zo zegt hij, die een heel nieuw terrein had geopend voor radio en televisie. Het bedrijf is verkocht aan een ander bedrijf, Ashley Communications, dat ik verder niet ken. De Duitse DARC meldt een levendige discussie op de Ham Radio LoRaWAN-lijst. Met LoRaWAN kunnen zendamateurs hun kennis en vaardigheden op het gebied van de technologie tonen aan mensen in hun eigen omgeving om actief te worden op het gebied van de Internet of Things, IoT. Er is een DARC-mailinglijst opgezet voor uitwisseling van informatie over LoRaWAN. LoRaWAN is een implementatie van LoRa, waar ik zelf ook mee experimenteer. En daar zijn nu levendige discussies gaande. De volgende discussies: GitHub, korte introductie, LoRaWAN Basics, met name nodes. En er staat een adres bij waar je erop kunt abonneren. Het bericht hierover staat zowel op southgatearc.org als op darc.de. De eerste webshops hebben al plaatsgevonden. De vierde online workshop zal plaatsvinden op 15 november. Informatie hierover is ook in het Southgate ARC artikel te vinden. LoRaWAN is een afkorting die staat voor Long Range Wide Area Network. Het maakt energie-efficiënt dataverkeer mogelijk over lange afstanden. Toepassingen in amateurradio kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van APRS of telemetrie. LoRaWAN definieert het communicatieprotocol en de systeemarchitectuur voor het netwerk. LoRa is de fysieke laag die de lange afstandscommunicatieverbinding mogelijk maakt. Aldus darc.de dus en southgatearc.org. Nou, tot zover deze enigszins hakkelende nieuwsuitzending. Ik hoop dat ik nog op tijd ben, want het is 7:10.
This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.